Woningcorporatie Vestia heeft een deel van zijn woningvoorraad ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat betekent dat die huizen niet meer opgeëist kunnen worden door de banken bij een eventueel faillissement. Vestia heeft vandaag gesproken met de banken over de miljardenschuld van het bedrijf. En wat dat overleg heeft opgeleverd is nog niet bekend. Vestia kwam in de problemen nadat uitkwam dat er was geïnvesteerd in riskante financiële producten, zogeheten derivaten. Het bedrijf bleek door deze investering een schuld van ruim 1,5 miljard euro te hebben bij verschillende banken. Sindsdien gaat het slecht met Vestia. Vorige week deden de Rotterdamse wethouder Karakoes en 4 corporaties in de stad een oproep aan minister Spies van Binnenlandse Zaken om bij te springen. Maar de minister weet niet of ze daar geld voor heeft. Op de redactie verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, een slimme zet van Vestia om de woningvoorraad bij het Waarborgfonds onder te brengen? Ja, daar lijkt het wel op, want de banken kunnen er nu niet meer bij. Ze kunnen wel een claim leggen op Vestia, maar het onderpand, de woningen, dat is weg. En zo is er dus geen schadeclaim als compensatie. Slimme werkwijze lijkt het, alhoewel de deskundigen zeggen dat er ook een gevaar aan zit. Je kunt zeggen, ja, de rentes die bijvoorbeeld afgesproken zijn tussen de banken en Vestia, die zijn natuurlijk een weerspiegeling van de risico's die de banken zagen. Kennelijk vonden de banken de risico's niet al te groot. Maar ja, dat wordt ook mede bepaald door het feit of er een onderpand is, ja of nee. En als het onderpand ineens verdwijnt, dan zou je denken, de risico's nemen voor de banken toe. Dus de rente zou dus kunnen stijgen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de juristen dit strakjes interpreteren. En als die rente gaan stijgen, dan stijgt de schuld van Vestia eveneens? En het gaat om zulke enorme hoge bedragen. Dat is het probleem. Hè? Dus niet, je kan zeggen in percenten uitgedrukt zal het allemaal wel meevallen. Maar het gaat over werkelijk miljoenen en in de kortste keren al over miljarden euro's. En Jan-Roelof, hoe voelen de banken zich onder deze stap van Vestia? Want ze kunnen fluiten naar hun centen bij een eventueel faillissement. Ja, hoe ze zich echt voelen, dat willen ze nog niet zeggen. We hebben een woordvoerder van de Deutsche Bank gesproken. Die zegt, ik zeg er niets over. Dat geldt ook voor de ABN en alle andere betrokken banken. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat ze toch behoorlijk boos waren en stoom uit hun oren kregen toen ze dit nieuws hoorden. Nog voor de gesprekken van vandaag zouden beginnen. Bedankt voor je toelichting, Jan-Roelof Visser.